Dag lieve kleuters, ik ga jullie vandaag het verhaaltje van Suzette vertellen. Kennen jullie Suzette? Dat is dit klein lief heersbeestje. Suzette is een heel klein lieve heersbeestje met haar drie stippen op haar rug. Ze moet nog heel veel leren, maar weet nu al wat ze worden wil. Als ze later groot is, wil ze tekenares worden. Suzette tekent alles wat ze ziet. Donkere wolken, regendruppels en zelfs mensen die ze onderweg tegenkomt. Tekenen jullie ook graag? We gaan eens zien wat Suzette nog allemaal tekent. En hier zien we grote pop en Suzette zit boven op het neusje van de pop. En de pop ligt in het gras. Op een dag, als Suzette rustig op een madeliefje zit, ziet ze een leuke springkaan. Kijk. Ze begint direct een tekening van haar te maken. Maar dat is niet zo gemakkelijk. De springkaan blijft nooit stilzitten. Ze springt alweer met grote sprongen weg. Suzette gaat erachteraan. De springkaan springt heel hoog en heel ver. Al gauw ziet Suzette haar niet meer en wil ze terug naar haar madeliefje. Waar is haar madeliefje? Suzette weet het niet meer. Ze is verdwaald en de tranen springen in haar ogen. Ze roept om haar moeder, maar niemand antwoordt. Ze hoort alleen maar gerommel in de verte. En hier zit Suzette te wenen. Zie je de traantjes? Want ze weet niet meer waar ze woont. De eerste regendruppels beginnen al te vallen. Bibberend van de kou zoekt Suzette een schuilplaats. Ze is zo moe. Het lijkt wel een boze droom, zegt ze, terwijl ze haar ogen sluit. En al snel valt ze in slaap. En hoopt dat haar moeder haar wakker komt kussen. Misschien gaat dat wel gebeuren. De volgende morgen komt er een groep mieren. Kijk, hier stappen ze allemaal. Komt er een groep mieren langs de schuilplaats van Suzette. Als ze het bleke lieve heersbeestje zien, weten ze zeker dat er iets aan de hand is. Hier zit Suzette boven op een grote schoen. Oei, zeggen de mieren, er is iets aan de hand met dat meisje. Wat is er aan de hand, kleintje? Vraagt een van de mieren. Wat doe jij hier zo helemaal alleen? Ik ben verdwaald, snikt Suzette. En ik zoek mijn moeder. Hoe ziet jouw mama eruit? Vraagt een andere mier, die wel heel lief is, maar niet zo slim. Nou, zegt Suzette, ze ziet er net zo uit als ik. Alleen heeft zij 5 stippen op haar rug, in plaats van 3. En ze geeft graag kusjes, mijn mama. Suzette maakt snel een tekening. Kijk, dat is mijn mama, zegt ze. En ze tekent 5 zwarte stippen op de rug van het lieve heersbeestje. En ook een sjaaltje, want mama had altijd een sjaaltje om. Dat lijkt mij een lieve mama, zegt de mier. Maar
Ik heb haar nog nooit gezien. Ai, ai, ai. Wat moet Suzette nu doen? Suzette is heel teleurgesteld. Maar ze heeft nog hoop. Ze komt vast wel iemand tegen die haar mama wel gezien heeft. Op dat moment ziet ze een honingbij hier op het blad. Mag ik even iets vragen? Zegt ze, want ze is heel beleefd. Ik zoek mijn mama. Heeft u haar soms gezien? En ze laat opnieuw de tekening aan de bij zien. Oh, ik vind jouw tekening heel mooi, maar ik heb je mama niet gezien, zoemt de bij heel hard. Ai, 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 ai. Suzette gaat naar de vijver. Een libel, en hier zien we een libel, kijk, met zo'n heel lang lichaam en vleugeltjes, en die vliegen altijd aan de vijver. Een libel vliegt met haar kindjes, hier de kleine kindjes, en wat hebben die in hun mond? Kijk eens goed, een tutje, dat zijn nog babytjes, hè. En ze vliegen over het water en ze slaat haar doorzichtige vleugeltjes heen en weer. Hallo mevrouw Libel, zegt Suzette. Ik zoek mijn mama. Hebt u haar soms gezien? De Libel kijkt met haar grote ogen naar de tekening. O, jij hebt een mooie tekening gemaakt. Maar ik heb jouw mama niet gezien. Oh, weer niet, zegt Suzette. Een paar stappen verder ziet Suzette een kikker. Kijk eens, hoe een grote kikker. En hier is die kleine Suzette. Moeder waarschuwt altijd dat kikkers graag lieve heersbeestjes eten. Maar als ze de kikker haar tekening wil laten zien, moet ze er wel naartoe. Kunt u mij misschien helpen, mevrouw? Zegt ze. Ik zoek mijn mama. Heeft u haar soms gezien? De kikker kijkt met grote ogen naar de tekening. Jouw tekening is echt heel mooi, zegt ze. Maar ik heb je mama niet gezien. Terwijl ze dit zegt, duikt ze weer in de vijver. Plons! En ze is weg. Dan komt ze bij de otter. Kijk eens, en ze gaat boven op zijn neus zitten. Dag meneer, zegt Suzette. Ik zoek mijn mama. Heeft u haar soms gezien? Otter kijkt naar de tekening. Dat is een leuke tekening, zegt hij. Maar het spijt me, ik heb jouw mama niet gezien. Weer niks, denkt Suzette. Verdrietig gaat Suzette tegen een paddenstoel zitten. Kijk, hier is de paddenstoel. En ze is aan het wenen. Oh, was ze maar op haar madeliefje blijven zitten. Ze kijkt naar haar tekening en ze vindt hem helemaal niet meer mooi. Oh, wat erg. Daarom herkent niemand haar moeder. Suzette is zo boos dat ze de tekening allemaal in kleine stukjes scheurt. Kijk, hier doet ze dat allemaal kleine stukjes. Oh nee, ik hoop niet dat je die mooie tekening verscheurd hebt, zegt een stem achter haar. Ze draait zich om en de otter komt naar haar toe gerend. En wie zit er boven op zijn kop? De kikker. En ik zie daar ook op zijn neus de honingbij, de mier. De libel. En
Wie is er ook bij met het sjaaltje? Kijk eens heel goed, wie zou dat zijn? Ja, dat zijn allemaal haar nieuwe vriendjes. En die hebben haar mama gevonden. Kijk. Nu is Suzette heel blij. Kijk maar eens. Ze springt naar haar mama toe. En mama pakt haar vast. Oh, zo stevig. En haar tekening was dus wel heel goed. Moeder lijkt precies op de tekening. Ze heeft 5 stippen. Kijk maar eens. 1, 2, 3, 4, 5. Ze heeft 5 stippen op haar rug. En ze heeft een sjaaltje om haar mond, om haar hoofd. Hier, kijk, zijn de aardbeidjes op. En het belangrijkste van alles is dat ze zo fijn kusjes kan geven. Kan jullie mama dat ook zo goed? Dat is het verhaaltje van Suzette die haar mama kwijt was. En ze gingen samen op het grote blad zitten. En mama vertelde aan Suzette nog vele verhaaltjes voordat ze ging slapen. Dag, het boek is uit. Tot de volgende keer.